Wat doet de Ark van Noach hier? Met de Ark willen we aandacht genereren voor de stedenband. We willen de inwoners en ondernemers betrekken en op deze manier hopen we aandacht te krijgen dat Almelo een stedenband heeft met Etmiertsin. En wat willen jullie dan duidelijk maken in dit bouwwerk? Nou, we hebben een speurtocht georganiseerd voor de kinderen om de dieren van de Ark te zoeken in de stad, want die zijn er nog niet. En op die manier proberen we ondernemers te betrekken. En uiteindelijk willen we met Etmiertsin economische banden aanhalen, toerisme bevorderen en culturele aspecten. En, wat was het idee achter de bouw van dit bouwwerk? Nou, dit is de Ark van Noach. Het idee erachter, hij is gebouwd zeg maar naar aanleiding van de expositie in Assen in het Drents Museum over Armenië. En de Ark van Noach heeft een hele grote waarde voor de Armeniërs, omdat Noach namelijk met zijn ark is gestrand op de berg Ararat, de Armeense berg Ararat. En hoe lang heeft dit bouwwerk geduurd om te bouwen? Nou, de bouw op zich viel mee, zeg maar. Die is wel in een 2 maanden tijd gebouwd. Alleen de voorbereiding heeft een aantal jaar geduurd. En dat kwam onder meer ook omdat corona er tussendoor is gekomen, zeg maar. Met wie heeft u dit bouwwerk eigenlijk, eigenlijk helemaal samengesteld? Ja, nou, het initiatief kwam van mezelf, waarbij mijn broer Maxime Romeshoek ook is aangesloten. En vervolgens hebben wij natuurlijk een heel team aan mensen, architect, sponsoren, de uiteindelijke bouwers van Next Builders, die hebben we daarbij betrokken. En zo zijn we met het hele team zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. En nu is die in samenwerking met het Etmiertsin-comité, het stedenbandcomité tussen Almelo en Etmiertsin, de stad in Armenië, waar ook een reliek van de ark, dus een stuk houtfragment, zeg maar, tot op de dag van vandaag wordt bewaard. En in samenspraak met hen is de ark hier terechtgekomen. En kunt u eens vertellen wat dan de precieze connectie tussen Armenië en Almelo is? Ja, nou ja, zoals u waarschijnlijk weet wonen er een behoorlijk aantal Armeniërs in Almelo, zeg maar. Die zijn hier terechtgekomen uit alle windstreken. Dus niet alleen vanuit Armenië zelf, maar ook vanuit andere landen. De connectie is dus, hier is een Armeens kerkgebouw, hè. Heel mooi gebedshuis. De hoofdzetel van de Armeense kerk is gevestigd in Etmiertsin in Armenië. En zodoende is er vanwege de omvang van de gemeenschap in Almelo is er besloten om een stedenband tot stand te brengen. Dit is een van de eerste uitingen die zichtbaar is voor de Almeloers, zeg maar. Blijft dit bouwwerk hier definitief staan of gaat er hierna nog iets anders gebeuren? Nou ja, hij blijft niet definitief staan. Hè. Het is een ark, een boot. Die moet natuurlijk een beetje in beweging blijven. Dus er zijn veel gegadigden die ook belangstelling hebben getoond om andere initiatieven te ontplooien met de ark. Dus ik weet zeker dat dit nog een staartje krijgt.